op haar vakantiereis door Europa voor een tweedaags bezoek in Nederland aankomt. Ambassadeur Seldon Chapin is er om te begroeten. In het gezelschap van mevrouw Roosevelt bevinden zich haar zoon Elliot en diens twee kinderen. Inking begroet haar en haar zoon en kleinkinderen op hartelijke wijze. Op het raadhuis poseert mevrouw Roosevelt te midden van 50 Nederlandse mannen en vrouwen die allen eveneens de naam Roosevelt dragen. In de raadzaal kan van overtuigd zijn dat de familie Roosevelt aan dit bezoek, eenvoudig en onofficieel als het was, de meest brede boerenhofsteden waar de voorouders van de president enige eeuwen geleden woonden.